Dames en heren, bij deze heet ik u van harte welkom bij de feestelijke ondertekening van de koopovereenkomst Noordsingel en aansluitend de planpresentatie. Ik sta hier met de heer Dijkgraaf, ontwikkelingscombinatie BAM en HD. Wij gaan samen met BAM en HD projectrealisatie gaan wij dit gevangeniscomplex transformeren naar een combinatie van woningbouw en maatschappelijke functies. Met in een tuinsetting die voor de omgeving toegankelijk wordt. Want het is al jaren bezig natuurlijk, die plannen. En nu uiteindelijk die doorzettings gedaan. Ja, wij zijn een jaar lang heel hard aan het stoeien geweest om een prijsvraag te winnen. En wij hebben dat gelukkig gedaan. En vandaag hebben wij de koopovereenkomst getekend. Zodat wij in 2014 de sleutel krijgen. En daar dan gedurende 2 jaar gaan zorgen dat hier een hele mooie plek gaat ontstaan voor de wijk en de toekomstige bewoners. Eindelijk, meneer Karakoes, vandaag is het zover. De koop is gesloten van het Noordsingelcomplex. Wat vindt u van het feit en van de plannen die hier gepresenteerd zijn? Nou, kijk, ik heb u ook gesproken tijdens de samenwerkingsovereenkomst. Toen had ik beloofd om dit wel voor elkaar te krijgen. Want er was op dat moment heel veel vraagtekens van, wordt het wel en komt het wel, onze wensen wel tegemoet vanuit de bewoners. En ik denk dat we op dit moment maximaal haalbare hebben. Dus ik denk dat de bewoners tevreden zijn. Je krijgt veel groen. Belangrijk is dat er een goede aansluiting is met de omgeving. Dat het openbaar is, dat iedereen kan erin. En dus ook wel, denk ik, als je kijkt naar het programma, gebouwen blijven overeind, wat we wilden, monumentale waarde blijft behouden, sterblok blijft behouden, dus waar op dit moment de gevangenen gehuisvest zijn. En ook leuk is dat je dus ook ziet dat er een doorbraak komt naar verschillende delen van het gebied, waardoor het ook toegankelijker wordt, niet alleen voor mensen vanuit de Noordsingel, maar ook vanuit de Zwarte Janstraat, de Bergstraat en ga zo maar door. Dus ik ben er zeer tevreden over, ja. Ik denk dat ze uitstekend erin geslaagd zijn een combinatie te maken van de historie en de wensen en verlangens van vandaag. Want het gerechtsgebouw als monument natuurlijk en de gevangenis is ook een beetje een monument, omdat in zijn grandeur nog te behouden in combinatie met nieuwe functies, woonfuncties. Het wijkpark wat decennia lang echt een grote wens is geweest van zowel het bestuur, de deelraad van Noord als mede die bewoners. En een aantal andere functies zoals het geplande restaurant met een plein erbij. Ik vind het een topprestatie wat geleverd is. Ja, we hebben bewust toen wij begonnen met het plan gezegd van wij moeten hier op kwaliteit inzetten. Hoogwaardige kwaliteit, behoud van monumentale waardes en de toevoeging van een openbaar gebied, een groen openbaar gebied. En wij hebben op die manier ook getracht onze concurrentie te verslaan. Dat is gelukt. En als gevolg daarvan is er een plan ontstaan waar ik denk dat alle omwonenden heel erg blij mee kunnen zijn. En dat hebben we ook gemerkt. Gisteren hebben we een presentatie gegeven aan de deelgemeente, aan een aantal bewoners. En dat is heel positief ontvangen. Ik hoorde ook dat er ook woningen komen. En is dat alleen koopwoningen of komt er ook huurwoningen tussen te staan? Het zal voor een grote mate koopwoningen zijn. En we zijn nu met 2 partijen in gesprek die daar mogelijk ook huurwoningen in gaan vestigen. Is het beter dan verwacht? Of? Nee, maar goed, het was natuurlijk wel zorg. En de zorg was van, speelt geld een rol? Hè? Wordt het niet verkocht voor een maximale prijs? Waardoor het eigenlijk de wensen die we hadden om in ieder geval panden te behouden, maar ook veel groen voor de buurt te realiseren, zou dat niet daar ten koste van gaan? Dat was de zorg. Ja. De betrokkenheid van de bewoners was voor mij wel een hard punt, ook richting de onderhandeling, ook richting de ontwikkelaars. Van betrek de bewoners erbij, want ze hebben heel veel toezeggingen gekregen, maar nooit waargemaakt en nu wil ik het wel waarmaken. Wat er nu is, is in termen van het resultaat, een goed resultaat. De belangen en wensen van diverse geledingen zijn gehonoreerd. En ik vind het echt een pareltje voor de deelgemeente Noord. Nou, het duurt nog even, hè? 2016. Ja, ik zal het bestuurlijk niet meer meemaken, want in 2014 worden de deelgemeentes opgeheven. Maar als bewoner van Noord, ik blijf ook nog in Noord gewoon wonen, zal ik mij zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En ik hoop ook op de opening in 2016 aanwezig te kunnen zijn. Komt-ie 1, 2, 3.